De televisie is belangrijk, maar ondervindt nu een flinke uitdaging vanuit sociale media, zegt Wilgo Pelswijk, hoofd technische afdeling van de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS. Vandaag is het namelijk Wereldtelevisiedag, dat tijdens het eerste televisieforum in 1996 werd ingesteld door de Verenigde Naties. Deze dag is bedoeld om wereldwijd aandacht te besteden aan de invloed die televisie heeft op de mens. In hoeverre de concurrentie is, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen, omdat we hebben eigenlijk op geen metingen gedaan wat dat betreft. Maar eigenlijk met social media kan je op je telefoon alles volgen, je kan overal gaan. En televisie is slechts, als je thuis bent, zou je televisie eigenlijk, of naar televisie kunnen kijken. Dus in zekere zin is er enige concurrentie, omdat je eigenlijk met social media toch alles kan volgen, overal waar je bent. Maar ook de transformatie van analoge naar digitale televisie was voor grote betekenis voor de lokale televisiezenders. Nu is de digitale televisie niet meer weg te denken, zegt Pelswijk. Nou, de transformatie heeft eigenlijk teweeggebracht dat we eigenlijk al heel wat stations erbij hebben gehad. De normale vergunninghouders die een spectrum hebben. En daarnaast hebben we ook nog de virtuele televisiestations die erbij zijn gekomen. Dat ziet u eigenlijk op de meeste stations. Zie je één of twee vergunninghouders die eigenlijk geen spectrum heeft, maar toch wel een station kan exploiteren. Pelswijk stelt dat de rol van de TV belangrijk blijft voor de samenleving. Want zo krijgen zij dagelijks de belangrijke informatie.